Het zijn ze al, hè, Roos? Ja. Dan gaan we even lekker meeten. Ik weet niet, volgens mij komt RTV Drenthe of zo. En Ilse Kramer, dus gezellig. Eigenlijk moet ze hier gewoon... Nou ja, we zijn dus nu hier. Kijk. Een ster. Zitten. Een koevoer is een ster voor. Kijk. En nu gaan we even overleggen. Kijk, dit is de man achter het scherm. Dus Nick... We hebben ook nog Gert, maar die is er nog niet. Ik heb ook geen film. Dat is ons logo. Het zijn Nevo, doe normaal. En Nevo, de loop mijn hoofd en ik space. En Nevo. Dus ik neem het hier mooi één knaal, dan krijg ik jullie neem ik aan ook. Ja, toch? Koe voor de Enco. Oh, dus het gaat allemaal abonneren. Ja, nee, maar op het YouTube-kanaal en op het Instagram-kanaal van de gemeente worden we even straks allemaal te kijken vanaf vrijdag. Oké, we hebben net het interview gehad met RTV. Ja, en we mochten zeg maar het projectnaam mochten we nog niet zeggen. En het was live, maar ik had het wel gezegd. Per ongeluk, maar dat maakt niet uit, want we hebben ook nog ons logo, onthulling. En dat komt straks met de burgemeester. En hier zit iedereen, dat is op zich wel een goed interview. Oh, jullie kunnen trouwens terugkijken op de RTV Drenthe app. RTV Drenthe gaat weer weg. Met Ilse. En met de leraren. Oh, dat je dan op school was dat iedereen je dat ging uitlachen of zo? Of ging je zeggen van, nee, oh, jij bent die vlogger. Nee, maar dat heb je wel hoor. Ja, ja. Dat blijf je toch wel hebben, maar dat heb je nu sowieso ook wel heel veel. Ja, waarschijnlijk wel. Roosje. Hoi, Nino. Roos. Nino. Dit is Nino. Hoi, Nino. Hoi, Nino. Doe maar. Dus voor jezelf ook alles opschrijven. Lijkt mij handig als iets te binnen schiet, ook al is het in de les of zo, dan denk ik, oké, dit is misschien wel leuk om het te laten zien. Misschien eventueel nog de shots van, wil je ook heel veel mooie shots tussendoor? Nee. Als een video is afgelopen, dat heb ik ook al bij mijn eigen, op het einde dan... Misschien wat tips over het vloggen zelf, hoe je zeg maar, het best jezelf in beeld kan brengen of dat je speciaal bij elk soort licht moet gaan staan of dat het gewoon mooi eruit ziet. Dat is ook wel een goede, want jullie filmen nu nog met telefoon, toch? Gaan jullie nog wel camera's gebruiken, denk je? Of? Nou, dat wil ik eigenlijk wel, dus het is veel mooier met een camera. Hoe ben jij begonnen met mijn Nee, ik ben echt vanaf het begin, dat is wel grappig. Ik zag allemaal vrienden van mij die deden. En dan heb je dit bandje heb ik aan deze kant, dat ik vlog met rechts. En dan heb je hem zo om. En dan pak je het eigenlijk zo vast en dan sta je zo. En dan moet je alleen zorgen dat je niet naar jezelf kijkt. Moet het even met het licht. Als jij, hou jij hem vast? Ja, ik wil ook maar af. Hier? Dan ben ik echt onthand. Vanaf, ik echt onthand. Vanaf daar pak je. Kijk. Nou, we staan hier nu met de burgemeester bij onze nieuwe logo. Oké, wie bent u eigenlijk en wat doet u precies? Nou ja, ik ben Bert Bouwmeester en ik ben jullie burgemeester. Want jullie zijn allemaal meiden uit de gemeente Coevorden. En daar ben ik sinds 2004 burgemeester. Oh ja, en heeft u misschien nog even wat te vertellen over wat het grappigste was in uw carrière? Of zo'n grootste blunder of zo? Tijdens een persconferentie misschien? Nou, het grappigste was natuurlijk dat ik Ilse heb leren kennen toen ze Miss Ganzenhoester was. al heel lang geleden. Het leven als van burgemeester zit vol met leuke nieuwe dingen. Wat wilt u graag nog bereiken? Heel veel, hè? Want Coevorden is al leuk, maar kan nog veel leuker worden. En daar hebben jullie ongetwijfeld ook heel veel ideeën bij. En jullie leeftijdsgenoten, school... Ik ben Lin. Ik ben Rosalien. Ik ben Roos. En samen zijn wij Coevorden & Co.
En wij gaan vloggen voor de gemeente. En Ilse geeft ons tips. Dit is een ontzettend leuk initiatief, dus ik help graag. Dat is het! Jongens, ik sta hier nog. Oh! Hoi! Hoi. Wat zijn jullie van plan? Nou ja, En jullie moeten gaan abonneren en gewoon kijken wat ze allemaal gaan doen. En dan staat Koevoorde wat meer in het plaatje waar ik dus vandaan kom. Dat weten misschien een paar mensen wel, of misschien sommigen niet, maar nu wel. Dus check het zeker uit en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Doei. Doei. Nou. Nou kijk, daar is dus Ilse. En Ilse die heeft ons tips gegeven. Over gewoon dit hele project. En nu zijn Lin en Roos met ons logo aan de lopen om die weer naar binnen te brengen. Ja, en we gaan zo meteen nog eventjes een kleine rondleiding achter iets door het gemeentehuis volgens mij doen. Ja, om te laten zien. Maar dan voor jullie. Ja, om te laten zien hoe het gemeentehuis uitziet, zeg maar. Ja, en dan zijn we eigenlijk wel klaar voor vandaag. En wat we vandaag. En we hebben echt bijna een hele dag school gemist. Ja, we moesten om 7:45 beginnen en het is nu volgens mij bijna 12:00. Ja, maar we waren hier nog niet klaar. We waren hier om 9:45. En we zijn nog niet klaar, dus ik denk wel dat het tot 12:45 ongeveer duurt. Ja, we zijn bijna 2,5 uur bezig. En we hebben 2 interviews gehad, of nee? Ja, 2 interviews en 2 krantinterviews. Oké, Lin zegt... Deze vlog komt binnenkort online. We zijn nog niet klaar. Oh, we zijn dus nog niet klaar. We zijn even aan het lopen. En het is super leuk. Kom maar mee. Ja. Oh nee. Oh, dit is nog een verrassing. Dus het lopen mag nog niet gezien worden. Even het verhaal. Als eerste kwam RTV Drenthe. Toen... Jongens, wat komt er naar RTV Drenthe ook alweer? Oh ja, nee, toen kwam Ilse en toen ging zij gewoon gingen we gewoon met haar praten en toen heel onverwachts kwam gewoon zo 34 en 2 keer de krant. Ja, dat was nog een interview die er kwam, want die, dat hadden ze nou helemaal niet afgesproken, maar ja, die kwam ook nog even. En er kwamen ook nog 2 mensen van de krant, die gingen nog een stuk over ons schrijven, Dagblad van Noorden en nog iets. Koevoorhuis en Nijs. En toen gingen we nog net even een stukje filmen. Ook voor de krant. Ja, en vergeet niet te abonneren natuurlijk. En duimpjes omhoog, meneer de Tokker. Ja, ik zal mij onmiddellijk nu abonneren. Oh ja. U zal een positieve box. Yay. Positieve box. Huts en Nevau doen normaal en Nevau. De loop mijn hoofd en ik space en Nevau. Huts en Nevau doen normaal en Nevau. Nou, we zijn klaar. Stil. Ja, 2 interviews. Ik ben ook even aan het volgen. Oh, ja. We zijn dus nu eindelijk klaar. Het was een geslaagde dag. Deze vlog komt binnenkort online. We zijn nog niet klaar. Oh.